Hiro, Hiro, kom, kom, kom dan, kom maar hier, kom. Hiro, kom, hier, hup, hup, help, hup. Hé, maat, godverdomme, wie denkt jij dat jij wel bent? Hé, met mij gaat jij niet doen wat dat jij met dan curvels en heel dat de bal hebt gedaan. Was maar een mopje, jongen, dus een moppetje. Ik heb ook een moppetje, jongen. Het vredige dorpje Latouille, ergens in Wallonië. Ja. Vandaag krijg ik bezoek van Chris Kuppes. U weet wel, de flik Willy uit Heterdaad. En ik dacht, ik wil iets tofs doen met hem, iets met veel special effects, veel trucage. Dus, waarom zou ik hem niet eens vermoorden op een zo gruwelijk mogelijke manier? Dat gaat hij wel niet erg vinden. Maar het moet natuurlijk wel echt lijken. En dat is niet altijd zo eenvoudig. Zo moet het dus vooral niet. En daarom zijn we op bezoek bij Olivier de Lavallée. De expert in België op vlak van special effects. Hallo. In dit atelier gebeurt het allemaal. Hier verzint hij al zijn speciale effecten. Zeg, meneer Olivier? Ja. Of Olivier? Olivier. Mag ik Olly zeggen anders? Ja, kan ook. Olly? Dat is goed. Ja. Zeg, Olly, we gaan dus straks Chris Kuppes vermoorden. Hè? Hoe gaan we dat doen? Vraag wat je wilt en we gaan ervoor zorgen. Voor we beginnen, eerst wat sfeer maken natuurlijk. We halen er gewoon Frank de Bozer bij. Het was een regenachtige dag. En Chris parkeerde zijn auto vlak bij het huis van Olivier de Lavallée. Ja, hallo. Het was dus een regenachtige dag. Ah, dank u. Fantastisch, hè, wat je zo met een paar sproeiertjes kunt doen. En daarbij, zo'n triestige plant, dat kan toch water gebruiken, hè. Zwat. Het was een winderige dag. Ja, ik kom. Oké. Ik ga uitstappen, opgepast. Ja, houd u klaar? Eén. Ja, nu wind. Kom aan, wind. Ja, laat die met me komen. Oké. Fantastisch. Is niet slecht, hè? Wacht maar. Wat kan ik doen? Chris liep het atelier binnen. Dat is toch raar dat die deuren altijd piepen in de film. Zo. Dat was raak. En ik heb daar dus niet voor gestudeerd. Maakte dat zelf, die dingen? Ja, we maken dat zelf. Ja? Ik had gehoord dat dat van suiker is gemaakt. Ja, vroeger wel, maar nu niet meer. Hè. Ah, nu niet meer? Nee, dat is een speciaal product dat we laten komen vanuit Amerika. Ja, mag ik even? Sorry hoor. Ja. Ja, vanuit Amerika. Ja. Hoe noemt dat? Het is een resine op basis van petroleum. Petroleum, ja. Ja. Dus je kunt dat niet in uw koffie doen? Nee, zeker niet. Dat is niet de bedoeling. Duurt het al lang voor zo'n fles te maken?
Ja, tamelijk veel, ja. Ja. Dus eigenlijk, we kunnen het maximaal tussenkomen. Sorry, de brein. Voilà. Goed. Maar we maken maximaal 2 of 3 flessen per uur. Per uur? Ja. Amai. Dat kost ook veel geld dan. Veel tijd in ieder geval. Veel tijd, ja. Wacht eens, wacht eens. Dat lukt niet goed met die fles. En, hij liep het atelier binnen en werd neergestoken met een mes. Piept die deur nu weer, zeg. Sam. Sam. Past nu goed op, hè. Ja, ja, dat ziet er al veel beter uit. Zeg, Olivier, zo'n messen, hoe werkt dat eigenlijk? Dat is een echte, natuurlijk. Hè. Dat is een echt mes? Ja, dat is een echte. Ja, het is scherp. Dan hebben we een kopie van gemaakt met een schuifplaat. Ja, dat is voor de daad, de effectieve daad eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. En... dus gesteekt met dit mes? Ja, ja, en dan hebben we nummer 3, die gezaagd is. Ah ja, ja, ja. En dat zit dan in dat wordt in een kostuum ingewerkt? Ja, in een kostuum. Ja. Zo kun je meelopen als je zin voor wat. Ja. Zeg, mag ik een persoonlijke vraag stellen? Ja. Stel dat jij nu iemand mocht vermoorden zelf, echt. Wie zou je dan willen vermoorden? Oei. Ik doe alleen maar alsof tot nu toe, dus ik... Ja, ja. Ik heb niet zo geen echte moordneiging. Ja, nee. Ja. Ik moet een beetje mijn afstand aan nemen. Ik zou het wel weten, hoor. Chris, ik kom eraan. Hij schreeuwde het uit van woede. Hé, hey, stop! Hey, stop! Godverdomme! Is dat ook een eigen creatie? Nee, dat is een paintballpistool. Een paintballpistool? Ja, maar we maken de patronen zelfs. Ah, de patronen, en die moeten dan hierin? Ja. En ik heb gezien dat er een laser op staat ook? Ja, ja, voor aan de cameraman laten zien in welke buurt ongeveer we gaan schieten. Ah, ja, ja, ja. Dus dat geeft dan een puntje op de muur of op ja, voor ja, dat je gaat? Ja. Ja. En is het u nooit overkomen dat je toevallig een acteur geraakt hebt? Soms gebeuren. Het is soms... Ja. Dat is een beetje ja. Pijnlijk. Ja. Fuck! Kom maar hier! Hier, kom! Godverdomme! Wie denkt jij dat je wel bent? Hé! Ik ken ook een mannetje, jongen! Als hij nu denkt om in mijn voeten te spelen. Chris, ik wil u echt hartelijk bedanken. Ik vond het fantastisch dat je dat voor ons hebt willen doen. Je vond het niet te erg, hè? Ça va. Ça va, ja. Die schmink, dat gaat eraf, dat is geen probleem. Ja, er is me nog één ding. Ik ga u een klein cadeautje geven, zoals ik iedere week doe. Een roosje, in het thema weliswaar. Hè? Alsjeblieft. Dus, dat is speciaal voor u. Alsjeblieft. Ja, en mag ik van u nog een foto hebben, alsjeblieft? Kan dat? Ja? En ik van jou een kus. Een kus? Ja. Op uw poep? Of, nee. Op uw kaak. Is goed? Dan, voilà. Dat maakt toch iets goed? Ja, dat is goed. Zo, allez. Ja. Ciao. Merci, hè. Salut. Ja. Salut, hè. Voilà, dan is het maar tijd voor de kijkersvraag. Oh, sorry, hoor. Dat is echt absurd. Nu dacht ik dat we het Polaroid-moment nog hadden. Et voilà!